Vandaag een antwoord op de vraag van Joka. Joka heeft altijd begrepen dat je je calorieinname, de inname van calorieleverende voedingsstoffen zoals koolhydraten, vetten, dat je je calorieinname moet beperken op het moment dat je graag wil afvallen, want enkel dan kan het zijn dat je lager uitkomt dan het verbruik in je lijf en enkel dan heeft jouw lichaam een reden om reserves, zoals je glycogeenreserve, maar vooral ook je vetreserve, af te breken. Nou, Joka wil al jarenlang afvallen en heeft om die reden al vele caloriebeperkte diëten gevolgd en heeft ook al zelf regelmatig haar calorieinname bijgehouden en dit steeds maar vermindert haar calorieinname. Waardoor je toch zou denken dat je gewicht zou moeten verliezen, maar in de regel neemt het gewicht van Jelka, ondanks deze diëten en de caloriebeperking welke daaruit voortkomt, of haar eigen caloriebeperking nadat ze het bijhoudt, valt Jelka niet af. En dit begrijpt ze niet. Hoe kan het dat ik, ondanks beperking in mijn calorieinname, niet afval? Nou, Joka. Gewichtsverlies, afvallen, is uiteraard, of inderdaad, het gevolg van een lagere calorieinname dan hetgeen je lichaam verbruikt. De vermindering van jouw calorieinname doet niet garanderen dat die vermindering dan ook lager uitkomt dan hetgeen je lichaam verbruikt. Jouw caloriearme voeding heeft namelijk ook invloed op het verbruik in jouw lijf. Hoe zit het? Jouw lichaam is voortdurend bezig een evenwicht genaamd homeostase te bewaken. Dat evenwicht, het hangt samen met het behoud van een ideale voedingsstofsamenstelling in de bloedbaan en jouw lichaam is voortdurend bezig dit te bewaken. Wanneer jouw voeding, jouw caloriebeperkte voeding, onvoldoende voorziet in zogenaamde essentiële stoffen, stoffen die jouw lichaam nodig heeft om in evenwicht te kunnen blijven, of regelmatig voorziet in zogenaamde niet-essentiële stoffen, stoffen welke het evenwicht in jouw lijf doen verstoren, dan heeft dit op twee dingen onder andere invloed. Dit heeft onder andere invloed op de regulatie van de verdeling van vocht en daardoor ook de zuurtegraad in jouw lichaam. Nu is het zo dat het verbruik in jouw lijf, in jouw weefsels en cellen afhankelijk is van de werking van enzymen al daar. En dat de werking van enzymen zal verslechteren op het moment dat er te weinig vocht aanwezig is in jouw weefsels. Op het moment dat de zuurtegraad in jouw weefsels te hoog is. Iets wat je met een caloriebeperkt dieet kan doen veroorzaken wanneer dus jouw caloriebeperkte dieet onvoldoende voorziet in essentiële stoffen, die stoffen die het evenwicht helpen behouden, waardoor je lichaam het allemaal wel goed zou kunnen reguleren, en of regelmatig voorziet in niet-essentiële stoffen die dat evenwicht doen verstoren. Dan kunnen afvalstoffen die voortdurend gevormd worden in je lijf niet goed, niet tijdig, verdund, geneutraliseerd en afgevoerd worden, zal dit van invloed zijn op de enzymwerking in je lijf. En zal dit ook van invloed zijn op de verdeling en het verbruik van brandstoffen, zoals het molecuul glucose, wat een niet-essentiële stof is en wat altijd in je bloedbaan aanwezig is. Weet dat jouw lichaam niet bezig gaat met vetverbranding bijvoorbeeld op het moment dat de glucose in jouw bloedbaan al niet goed verdeeld kan worden en verbruikt kan worden in jouw weefsels en cellen. En ook dat kan het dus het gevolg zijn van een voeding, een caloriebeperkte voeding, die onvoldoende voorziet in essentiële stoffen, stoffen die nodig zijn om het evenwicht in jouw lijf te kunnen onderhouden, te bewaken, te behouden.
En of te regelmatig voorziet in niet-essentiële stoffen, stoffen die dat evenwicht doen verstoren. Dit heeft dus allemaal invloed op het evenwicht in je lijf, de regulatie van processen. En als dat allemaal niet goed verloopt, dan kunnen afvalstoffen gaan opstapelen in je weefsels, de zuurtegraad in je weefsels verhoogd raken, de enzymwerking in jouw weefsels verslechteren en de verdeling opname van brandstof in jouw cellen en het verbruik daarvan. Van wat toch wel nodig is om af te kunnen vallen, zal dan tevens verslechteren. Weet ook dat op het moment dat dat plaatsvindt, dat die afvalstoffen in je lijf kunnen opstapelen wegens een slechte regulatie van de verdeling van vocht onder andere en dus een verhoging van de zuurtegraad, opstapeling van afvalstoffen in jouw lijf, dat dan jouw lichaam geneigd is om daar waar de zuurtegraad te hoog is, daar waar afvalstoffen zijn opgestapeld, vocht vast te houden. Ja, en vocht maakt onderdeel uit van jouw totale massa, dus kan die vochtretentie kan ook maken dat het gewicht wat je door vetafbraak in principe in theorie zou kunnen verliezen door de vermindering van calorieën, vertekend wordt bijvoorbeeld door het vasthouden van vocht. Dus Jelka, als antwoord op je vraag. Ik heb mijn calorie verminderd met behulp van caloriebeperkte diëten. Ik heb mijn calorieinname zelf bijgehouden en steeds maar geminderd. En toch val ik niet af. Hoe kan dat? Omdat hetgeen jij eet, in dit geval caloriebeperkte voeding, ook van invloed is op het verbruik in jouw lijf. En zodra jouw caloriebeperkte voeding het verbruik in jouw lijf verlaagt, dan garandeert het een calorievermindering, garandeert niet dat je lager uitkomt dan het verbruik in jouw lijf, met als gevolg dat je al niet zult afvallen. En garandeert de calorievermindering ook niet dat jouw lichaam goed kan functioneren, waaronder goed in staat is de verdunning, neutralisatie en afvoer van afvalstoffen voordient rekening te nemen. En dan kan je dus ook vocht vasthouden, wat een afname in gewicht door calorievermindering kan doen vertekenen. Dus van belang is dat je niet zozeer let op vermindering van bepaalde stoffen in je eetpatroon, calorieleverende voedingsstoffen, ja, dat ook, maar dat je dus ook de invloed van je voeding op het verbruik in jouw lijf snapt en daarmee aan de slag gaat. En dat wil dus zeggen, begrijp je nu hopelijk, dat je caloriearme voeding optimaal altijd moet blijven voorzien in essentiële stoffen. Stoffen welke jouw lichaam nodig heeft om goed te kunnen blijven functioneren, een hoog verbruik te behouden, geen vocht vast te houden, of in ieder geval dat zoveel mogelijk te voorkomen. En in evenwicht te blijven dus, en zo min mogelijk voorziet in niet-essentiële stoffen.